Tijdens het EK in Frankrijk hebben de Nederlandse jongrijders een topprestatie geleverd. Voor Amazone Stephanie Kooijman kwam het als een complete verrassing dat haar team Duitsland en België versloeg. Een week later werden de vier jongrijders gehuldigd tijdens het NK Dressuur. Ongelooflijk. We haalden al met het team goud. Wat ik sowieso eigenlijk al niet verwacht. Ik had überhaupt al niet verwacht dat we nog voor het goud konden gaan. En ik startte mijn proef en hun hadden ondertussen al uitgerekend dat ik 71,4% moest rijden. En ik kwam mijn proef uit en iedereen stond te juichen en te gillen en te doen. En ik dacht, nou, die zijn hartstikke blij voor me, leuk. Maar ik wist het zelf niet eens. Toen hoorde ik dat ik 75% had. En toen was ik in eerste instantie al super blij dat ik dat had. En toen later hoorde ik pas dat we met het team goud hadden. Ja, dat was wel echt... Dat is echt heel gaaf. Hoe is jouw afgelopen week geweest? Leuk. Ja, ik kan het niet beter zeggen. Ik moet zeggen, we zijn zondagavond laat teruggekomen. Toen heb ik maandag een beetje uit mogen slapen. Dus dat was ook wel heel fijn. En toen hebben we eigenlijk even taart gegeten met z'n allen op stal. Het was ook zondag superleuk. Kwam ik op stal aan. Alles was versierd. De poort op stal. Winst onze stal. Dus die vond het ook wel leuk, denk ik, dat hij in de versierde stal stond. Na een fikse blessure vorig jaar september weet de dressuur Amazone de draad snel weer op te pakken na deze vervelende periode. Ja, ik moet zeggen, als ik nu weer terugdenk aan die tijd dat ik toen mijn been had gebroken, echt nou verschrikkelijk. Als er eentje niet stil kan zitten, dan ben ik het ongeveer. En je ligt gewoon in bed en je kan gewoon helemaal niks. Als je al naar de wc moet, dan moet iemand je helpen om uit dat bed te tillen. Was echt verschrikkelijk. Dus toen ik weer aan de gang mocht, was ik zo blij en dan ben je eigenlijk zo dankbaar dat je gewoon kan werken en dat je gewoon hard kan lopen eigenlijk. Want ja, toen die tijd kon ik überhaupt nog niet eens lopen, ik kon alleen maar liggen. Dus ja, ik denk dat ik ben er wel sterker uitgekomen ook, denk ik. Tijdens het EK ging het bijna mis. Haar paard Winston werd ruw gestoord door een nogal opvallende bezoeker. Ik ging de ring in, dat was de eerste dag op donderdag. En er stond een super fijn haan, hij was echt zo scherp. En toen liep er een hond bovenaan en ik reed het zeg maar zo langs. En ze hadden al gebeld met een belletje van, nou, je mag beginnen. Dus ik kom aan in galop en hij ziet die hond rennen. En hij draait om, hij draait bijna nooit om. Het was toevallig in Rotterdam ook een keer gebeurd. Ik weet niet waarom dat hij doet, maar goed. Dus iedereen die stond volgens mij op achterste poten dat hij omgedraaid was. Maar ik zei een keer braaf en hij draaide gewoon weer terug. En ik ging zo de ring in. Dus er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. Maar hij draaide wel een keer om, ja. Dus, maar goed. Iedereen heeft super goed gereden. Dus ik vind het super leuk dat we met z'n allen nog een keertje met z'n allen na mogen genieten van het EK.